Welkom bij deze nieuwe video. Wil je een zelfgemaakte notificatie op je tijdlijn, maar weet je niet hoe dat moet? Dan ga ik je dat vandaag uitleggen in deze video. Ga als eerste naar de flow waar je notificatie van wilt krijgen. Tik op de flow en je komt in de flow editor. Ga vervolgens naar de dan kolom, klik op nieuw kaartje en klik op notificaties. Klik daarna op Maak notificatie, tik in het tekstvak. Ik voeg zelf altijd eventjes een emoji toe. En vervolgens tik ik de tekst. Als je de tekst hebt ingevuld zoals je hem wil hebben, klik je op het vinkje rechtsboven in de hoek en klik je op Opslaan. Als je nu de flow gestart wordt, krijg je netjes een melding op je tijdlijn. Zoals je ziet is nu netjes er een melding gekomen dat er rook is gedetecteerd. Wil je dit nou ook bij andere flows? Voeg dan de notificatiekaart toe aan de flow en je zult netjes op je tijdlijn een melding krijgen. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie graag weer bij een nieuwe video.